Ja, Robert, allereerst gefeliciteerd natuurlijk. Maar nu moet je me wel eventjes gaan uitleggen. Hoe was het vrijdagavond in Emmen? Ja, dat was natuurlijk heel gezellig bij mij thuis. Nou, ik denk dat we de meesten het gezien hebben, maar zo speciaal was het niet. Maar ja, Kees, die moesten we even op een ander spoor brengen en dat is denk ik wel goed gelukt. Het is je goed gelukt inderdaad, want ja. Zelfs toen het rond was, kon hij het niet geloven. Ja, mooi hè? Zeker, maar nou was het wel bekend dat er heel veel keus was voor jou, heel veel clubs interesse hadden. Was het een moeilijke keus? Ja, dat is zeker een moeilijke keuze. En, ja, dat komt ook omdat ik vind het lastig om mensen teleur te stellen. En ja, dan moet je uiteindelijk een knoop doorhakken. En ja, als dan mijn gevoel gewoon zegt dat het dit keer tijd was om terug te keren, dan ga je dat niet nalaten. Ja, wat waren vooral de redenen voor zo'n terugkeer? Ik bespreek natuurlijk alles met mijn gezinnetje en ik had uiteindelijk een paar clubs genoteerd waar ik mee wilde praten. Dat waren? Dat heb ik ook uiteindelijk gedaan. En uiteindelijk kwam Volendam er ook bij. En, het is 2 keer eerder is het niet gelukt en nu was het gewoon de 3e keer waren ze weer zo enthousiast. En zij hadden zoiets van het is nu of nooit en dat had ik ook. Ook omdat ik nog gewoon 32 ben. Ik hoop dat ik nog gewoon lekker van waarde kan zijn. En dus dat waren eigenlijk de redenen. En gewoon lekker thuis op de fietsie. Ik kan in mijn achtertuin kan ik doen wat ik het liefst doe. Ja, dan ben ik gek als ik dat niet doe. Ja, je bent van plan om op de fiets gegaan de komende seizoenen. À la Arjen Robben die dat ook natuurlijk lekker doet. Ja, ik heb wel een elektrisch fietsie, dus ik woon wel een stukje verderop. Maar dat is wel de bedoeling. Elektrisch fietsje. Ja. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel, ja. Ja, nog eventjes over die redenen, want ja, de interesse was groot in jou. Je kon naar verluid ook naar de Eredivisie toe. Waarom heb je daar niet voor gekozen? Ik heb wel met Eredivisie clubs gesproken. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dan ga je kijken wat de plannen zijn en noem maar op. En uiteindelijk heb ik gewoon voor mijn gevoel gekozen. En daarom is het Volendam geworden. Ja, en dat maakt mij echt, weet je... Ik ben daar niet zo moeilijk. Het maakt mij niet uit of ik op vrijdagavond tegen Dordrecht speel of... Tegen Ajax of PSV? Nee, dat maakt me. Ik wil in elke wedstrijd wil ik gewoon die bal in het netje schieten. En dat is ook op vrijdagavond. Nou, dat is toch wel mooi dat je dat zegt. Want ja. dat geeft ook je tevredenheid aan in die keukenkampioen-divisie. Nou, ja, absoluut. Maar wij zijn ook heel tevreden. En, ik denk dat thuisfront ook allemaal enorm blij is. Want we hebben ook een aantal keren gesproken over dat ik misschien wel naar Azië zou gaan. Of wat. Nou, dan moest je de gezichten... Die waren niet heel vrolijk, weet je. Met nog een kleintje op komst. En, het speelt allemaal mee. En nu zijn we gewoon lekker allemaal blij dat ik hier kan afsluiten. Je kiest ook niet voor het geld, want ik denk dat je in het buitenland ook wel een aardig zakcentje kan verdienen dan. In het buitenland lagen de bedragen inderdaad iets hoger. Maar ik heb het hier ook niet slecht. Dus, Ja, want lokale ondernemers, de mensen hier hebben er ook aan geholpen. Hè? Het is natuurlijk zo gegaan, althans wat ik een beetje heb gehoord, is dat natuurlijk is aangegeven dat jij ervoor open stond. Ja. En dan moesten er toch nog wel bijgelegd worden. Hoe is dat gegaan? Want eet jij nu bijvoorbeeld de komende 3 jaar ook bij de visboer gratis? Nee, zo erg is het nog niet. Zo is het niet, maar dat heeft het bestuur gewoon heel goed gedaan. En met name Jan is daar een ster in. Vertel, hoe heeft hij jou overtuigd? Nou ja Jan overtuigt mij gewoon door elke dag te bellen. En die praat natuurlijk alleen maar over de botter en dat soort dingen. Maar goed, Jan had ook zoiets. Die was er ook ziek van dat het 2 jaar geleden niet gelukt is. En nu had hij zoiets van, ja, het moet gewoon lukken dit keer. En dat had ik ook. Dus ja, dan kom je gewoon snel tot een oplossing. Ja, ik denk dat hij ook de komende 18 verjaardagen bij jou al gratis zingt, de tweede achtertuin. Ja, maar er stonden nog een paar optredens van hem te goed bij mij, dus dat komt allemaal goed. Wat kan je iets vertellen over je doelstellingen? Wat heb je een beetje in je hoofd nu met dit Volendam? Want ja, de reacties om je heen die heb je ook ongetwijfeld gehoord. Het was zelfs, we worden kampioen met Buren. Hey, daar komt de kleine even erbij. Die mag er wel even bij. Ja, tuurlijk, dat is wel erg makkelijk gezegd, hè? En weg is ze weer. Dat is wel erg makkelijk gezegd, maar weet je, we gaan eerst even kijken, moeten er nog een aantal spelers moeten erbij. Maar daarnaast denk ik wel dat het belangrijk is dat ik wat ouder ben en wat meer ervaren. En ik denk dat deze groep dat heel goed kan gebruiken. Dat zag je ook vorig jaar, dat er af en toe aan schortte. En
ja, dat is wel een belangrijk punt ook, denk ik. En wat de doelstellingen zijn. Ik zeg net al, als Volendam zijn, dan moet je altijd... we zijn ambitieus, dus we gaan natuurlijk voor het hoogst haalbare. En voor de rest moet het gewoon weer een genot zijn om hier om het stadion nog voller te krijgen nu het straks weer kan. Ja, en ik denk dat natuurlijk ook wel aan bijdraagt dat Volendam op dit moment attractief voetbal wil spelen. Natuurlijk aanvallend met deze trainer. Ja. Kan je uitleggen hoe jij in dit spel past? Ik vergelijk het eigenlijk gewoon een beetje met Cambuur. Het is continu voetbal, continu willen we druk vooruit spelen. Ze creëren veel kansen, want vorig jaar stonden ze ook bovenaan het lijstje met gecreëerde kansen. Expected goals noemen ze dat. Dus ik pas hier gewoon, dat weet ik. En dat was ook in mijn eerste periode hier, was dat ook al zo. Dus dat was niet zo moeilijk. Ja, want vertel eens, hoe waren de gesprekken met de trainer? Nou, gisteren heb ik toevallig een uurtje of drie met hem gezeten. Een uurtje of drie? Ja, ook met Jasper. Ja, en dan ga je gewoon... ga even de punten langs die ik gewend ben, zeg maar. En de dingen die we bij Cambuur altijd deden. En hij had zijn ideeën en zijn ervaringen. En zo ga je dat een beetje sparren tegen elkaar. Dus dat was wel even leuk. Ja. En nu is het ook zo dat je dus 3 jaar getekend hebt. Wat is jouw verder beloop voor na die 3 jaar? Want ja, je blijft natuurlijk denk ik wel heel lang in Volendam wonen. Dat zie ik toch verkeerd? De kans is aanwezig. De kans is aanwezig, inderdaad. Maar wat is jou nog meer beloofd? Nou ja, beloofd. We hebben wel gezegd van zolang ik kan voetballen gaan we dat natuurlijk doen. En daarnaast, na die 3 jaar, dan gaan we denk ik wel even een keertje rustig zitten en kijken wat er bij me past. Misschien, ik heb al een voetbalschool, dus ik ga een beetje kijken of ik dat leuk vind. Nou, ga ik misschien de trainerscursus doen. En als ik denk, dat is niks voor mij, dan gaan we misschien kijken of er op kantoor wat is. Er zijn genoeg opties. Nou, als ik het zo hoor, dan kan je overal wel terecht. Ik zeg gewoon een paar opties. Ik weet niet of ik het ga doen, maar we gaan gewoon even rustig kijken. Maar het belangrijkste is dat ik nog een aantal jaar voetbal. En daarvoor ben ik hier ook. Ja. Het complete plaatje. En in Volendam, ze kunnen hun geluk niet op hier. Ja, het is bizar, hè? Het is bizar. Wat voor reacties heb je zelf vooral meegemaakt? Ja, voor je huis te juichen? Of? Nee, dat is Volendam, hè. We zijn mooi nuchter. Maar ik zat wel zaterdagochtend om 7 uur met mijn telefoon. En... dat stopte niet. Dat ging gewoon maar door. Dus dat zegt wel hoe blij ze zijn. En dat zijn wij ook. Dus we gaan er wat moois van maken. We zijn benieuwd met z'n allen. Wij ook. Dankjewel. Thanks. Top.